U staat op plaats 34 op dit moment van de lijst van CDA. Wat denkt u? Komt u nog hoger? Nou ja, het is nog een conceptlijst op dit moment. Dus in november, wanneer ons partijcongres is, dan weten we definitief de plek waar ik kom te staan. Maar goed, ook 34. Ja, er zijn natuurlijk nog allerlei kansen. Volgens mij zit het CDA aardig in de lift. En nou, zoals we dat in Twente gewend zijn, gaat het CDA een flinke campagne voeren. Dus wat dat betreft, niks is onmogelijk. En ik heb er ontzettend veel zin in om een mooi resultaat voor het CDA wat dat betreft te bereiken. Als u nu 10 plaatsen stijgt en CDA zou meedoen in de regering, dan maakt u nog een goede kans. Ja, dat klopt. Maar ja, zover zijn we natuurlijk nog niet. En voorspellingen zijn maar voorspellingen. En wat dat betreft staat alles nog open. Kijk, als je kijkt naar 4 jaar geleden, hoe het op het heetst van de strijd en vlak voor de verkiezingsdag uiteindelijk omhoog schoot in de peilingen rond VVD en PvdA, ja, is wat dat betreft ook op dit moment voor het CDA natuurlijk nog van alles mogelijk. Je kunt ook een voorbeeld nemen aan Pieter Omtzigt. Die stond helemaal onderop en nu staat hij op plek 4. Exact, daar zei ik ook al. In Twente zijn we echt gewend om goede campagnes te voeren. En nou, wat dat betreft met Pieter in ons team en zeker ook de andere twee kandidaten uit de westkant van Overijssel, ja, gaan we gewoon een hele mooie periode met elkaar tegemoet. Dus ik heb daar alle vertrouwen in. U bent ook eens een keer beste werknemer geweest of zoiets? Ja. Ambtenaar van het jaar was dat in 2014. Toen heb ik die publieksprijs gewonnen. En ja, ook toen heb ik natuurlijk even in de spotlights mogen staan. Klopt, maar ja, voor een totaal ander doel. Ja, ik heb het geluk wat dat betreft dat ik vanwege mijn werk natuurlijk een enorm netwerk heb. En, we hebben natuurlijk heel veel brandweermensen in Nederland die mij kennen gewoon vanwege mijn dagelijks werk. En wat dat betreft is er ook natuurlijk nog een hele mooie doelgroep wat dat betreft om nou ja, in het kader van de verkiezingen te kijken wat ook zij voor mij kunnen betekenen. Want ja, goed. Nu doe ik het een en ander voor Almelo, maar straks doe ik het een en ander voor Overijssel en voor heel Nederland. Dus wat dat betreft, ja, ik heb er echt zin in.